Jan, je hebt aangegeven dat je gaat stoppen als raadslid. De reden is, zoals je zelf aangeeft, de drukte in het bedrijf. In ieder geval, daar ben je 100% nodig. Kun je dat kort even uitleggen? Ja, de toenemende vraag naar rolstoelauto's, die natuurlijk het gevolg is van de toename van de vergrijzing. Is het bij ons op bedrijf drukker geworden. En ik heb geprobeerd dat op te vangen door nieuw personeel aan te trekken. Maar dat is niet gelukt. Ik heb wekelijks of om de 14 dagen heb ik in de afgelopen tijd advertenties gezet voor nieuw personeel. En omdat dat niet is gelukt, moet ik toch zelf dan meer aandacht aan gaan besteden. Ja, dus je gaat zelf nog meer werken in het bedrijf, waardoor het raadlidmaatschap niet meer te combineren is. Ja, en ik vind dat je als raadslid maximaal moet kunnen inzetten. Ja. En vandaar dat ik ongeveer 14 dagen geleden aan het bestuur van Balans aangegeven heb dat ik eigenlijk wil stoppen met mijn raadslidmaatschap. Ja. Stel het gaat wel in het bedrijf lukken dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt. Hoe snel kunnen we jou weer terugverwachten Balans? Ik heb ook in het persbericht aangegeven dat ik natuurlijk een betrokken lid blijf bij Balans. En ook betrokken zal blijven bij de voorbereiding van de vergaderingen, zowel raads- als commissievergaderingen en andere zaken. Dat betekent natuurlijk dat ik dicht bij Balans zit en er ook actief alles voor zou willen doen wat in mijn mogelijkheden ligt. Maar stel, er komt op termijn weer een vacature, dat kan, dat is mogelijk binnen Balans. Er is een stoel vrij in de raad. Wil jij dan de eerste die plek weer op gaat vullen? Nou, dat is natuurlijk aan de leden. En het bestuur en de kiescommissie. Zou je dat willen? Die de kandidatenlijst vaststelt. Ja. Maar ik houd met alle mogelijkheden rekening. Dus eventueel ook een terugkeer weer op termijn? Ik hou met alles rekening. Oké, goed. Nou, gaat het in Boksel de ronde, Jan, dat jij verhuisd bent naar Best? Is dat zo? Nou, ik heb in Boksel een woning. En ik heb in Best een pand. En ik heb nog op andere plekken panden. Dus zo'n gerucht ontstaat natuurlijk heel gauw. Ja, precies. En ik heb dat in ieder geval richting de burgemeester ontzenuwd. Omdat ik nog steeds in Boksel woon. Je woont in Boksel? Ik woon in Boksel. Oké, dus die geruchten die ja, ze ontstaan natuurlijk heel makkelijk. Vooral als je meerdere panden bezit. En in ieder geval, ik heb de ongerustheid in ieder geval bij de burgemeester weg kunnen nemen. Oké. Goed, dan gaan we naar Wim. Want Wim, je bent door toedoen van jouw eigen partij destijds, een paar maanden geleden, buitenspel gezet. Waarna je zelf besloten hebt om op te stappen. Nu ben jij weer teruggevraagd. Is het met het vertrek van Jan, wat jou betreft, is de lucht weer wat geklaard? Nou, ik zit wel zo in elkaar. Terugkijken heb je op zich niet heel veel aan. Kun je eventueel lering uittrekken. Maar mijn vizier is meer ook op de toekomst gericht. Mm-hmm. Want mensen die heel vaak in een achteruitkijkspiegel kijken, maken de meeste ongelukken. Okay, maar je noemde net het verhaal van een brief van de fractie is uiteindelijk de aanleiding geweest tot dat in ieder geval ik geen andere keuze meer had om te stoppen. Of dat die zo rechtstreeks aan elkaar gelinkt kan worden, daar heb ik mijn twijfels over. Is de lucht wat jou betreft geklaard binnen de partij ook? Maar binnen de partij, even voor de duidelijkheid, ja, is er nooit enige troebeling geweest. Nee. Het is wel zo in de media gebracht dat de brief van de fractie, dat vaak is verteld dat het een brief van Jan zou zijn geweest. Nou, het is al een paar keer door de fractie ook aangegeven. Het is een brief die vanuit de partij, vanuit de fractie ook verzonden is. Mm-hmm. Met de beste bedoelingen om uiteindelijk duidelijk te maken dat uiteindelijk de feitelijke beslissing over schaliegas niet in Boksel genomen worden. Maar ja, op een hoger bestuurlijk niveau.
En als je sinds dat die brief verzonden is van de fractie ook een beetje kijkt wat er gebeurd is, is er op dat moment eigenlijk pas echt de bal aan het rollen gegaan richting het landelijke. Even terugkomend op zo'n ruim 8 weken geleden alweer. Hè? Er zijn nogal harde woorden gevallen tijdens de vergaderingen op woord en geschrift. Er was vooral commentaar, veel commentaar op jouw manier van communiceren en van handelen. Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe zie jij jouw kans van slagen als het gaat om een positieve samenwerking met de hele raad? Ik denk dat die kans heel groot is. Ik heb aangegeven, ik kijk niet terug, ik kijk naar de toekomst toe in ieder geval. Maar wat verandert dat in hun, maar wat is er, hè, wat verandert dat in de visie van de raadsleden die toch nog niet zo lang geleden aangegeven hebben, die hadden behoorlijk wat kritiek op jouw functioneren. Ja. Nou, dus in de politiek moet men heel vaak wennen aan mensen die een hele duidelijke mening hebben en die ook durven te ventileren. Het is veel gebruikelijker in de politiek als er eventueel een andere mening is of een duidelijk een opstand of iets dergelijks draait om je mening bij te stellen. En uiteindelijk niet tot een besluit te komen. Mm-hmm. En dan wordt mij is vaak verteld van ja, je communiceert onvoldoende of je bent er ongevoelig voor. Nee, ik ben er wel gevoelig voor, maar ik ben wel heel standvastig als er uiteindelijk een besluit is geweest. In de afgelopen periode dat ik wethouder ben geweest, heb ik ook steeds de besluiten van het college verdedigd. Dus niet alleen de besluiten van wethouder Wim van der Zanden, maar besluiten van het hele college. En in dat hele college waren de partijen vertegenwoordigd die ook in de raad vertegenwoordigd zijn en tot de coalitie behoren. Hoe kijk jij... Maar ik verdedig het en ik snap best dat idee kan ontstaan. Wel, als ik ergens voor ga, verdedig ik het wel met verven. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan dat al die uitspraken zijn gedaan? Er waren behoorlijk pittige uitspraken. Ja. Hoe is dat voor jou om daar opnieuw met hen toch mee te gaan samenwerken? Het klopt. Er zijn diverse uitspraken mijn kant in geslingerd, om het zomaar te vertellen in ieder geval. Vaak op een, in mijn ogen, zeer bedenkelijk niveau. Maar ik wil mezelf in ieder geval niet tot dat niveau verlagen. Ik wil het feitelijk over de inhoud hebben. En ik heb geconstateerd dat er in de afgelopen 2 maanden, want zo lang ben ik dan al weg, vaak niet op inhoud gesproken is, maar vaak op suggestieve opmerkingen. En mij gaat het om de inhoud, dus ik ga mezelf niet verlagen of eventueel natrappen tot dat niveau. Is de inhoud van dit moment nog steeds jouw grootste drijfveer om weer terug te keren in de politiek? Mijn belangrijkste drijfveer is in ieder geval dat ik behoorlijk verantwoordelijkheidsgevoel heb. Dat ik gemerkt heb, in ieder geval sinds ik weg ben, op heel veel plekken dat burgers behoefte hebben aan bestuurders die ook durven te besluiten. Dus overleggen, vervolgens besluit nemen en vervolgens ook uitvoeren. Het is in de boxerspolitiek niet gebruikelijk, dat geef ik meteen toe. Dat wist ik toen we in 2005 met balans ons politieke avontuur aanvangen. Maar het is wel iets wat burgers nodig hebben. Burgers hebben behoefte aan houvast. Mm-hmm. En ik heb ook mensen gesproken die het niet altijd eens waren met het standpunt van wat een wethouder dan innam. Mm-hmm. Maar wel dat ik aangaf, we wisten wel wat je aan de bestuurder had. Welke zaken ga jij in de raad onder jouw hoede nemen? Het is in ieder geval aan bod geweest, ook toen in de voorbereiding van toen Jan aangaf richting bestuur en fractie dat hij onze prioriteit bij zijn bedrijf diende te leggen, is ook aangegeven het meest praktisch is dat ik de zaken waar Jan zich nu mee bezig gehouden heeft, dus dat is met name de commissie ruimtelijke zaken en de raadsagenda, dat ik daar die plek gewoon overneem. Dus verder verandert er aan de functies binnen onze fractie, verandert er niks. Zijn er op korte termijn nog wijzigingen? Bijvoorbeeld na deze periode komen er nog wisselingen in de raad, in ieder geval wat intern betreft? Heeft Jan net ook al een klein beetje een tipje van de sluier opgelicht. Zoals alle politieke partijen op dit moment bezig zijn met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2014, is daar balans ook. Daarnaast, langs de inhoud van het programma, dat is cruciaal uiteindelijk, heb je ook de mensen nodig die zeggen ik wil mezelf kandidaat stellen om een plek in de raad. Daar zijn wij op dit moment binnen onze partij de procedure voorlopende. En afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er gekeken welk team het meest geschikt geacht wordt om straks ook een hoge plek op de kandidatenlijst te krijgen. En ik heb wel aan het bestuur aangegeven dat ik nog wel ambitie heb om de volgende bestuursperiode ook weer op een plek in de top van onze verkiezingslijst te komen staan.
De huidige fractievoorzitter is de heer Willy van Zuylen. Klopt. Wat geeft hij voor adviezen aan jou, Wim? De gebruikelijke adviezen die Willy altijd heel netjes en correct overbrengt. Met name, jongens, hou het bij de zaak. Dat is heel belangrijk in ieder geval. En het mooie binnen onze fractie is met name het verhaal dat wij een zeer gemêleerd gezelschap hebben. Van allerlei pluimage en die mix. Dat heb ik de afgelopen periode ook van de zijlijn afgezien. Binnen de fractie maakt eigenlijk het uiteindelijk ook dat de fractie een prachtig geheel is. En een goede weerspiegeling is van wat balans vertegenwoordigt. Verwacht je veel wisselingen in de fractie? Kan ik nog niet op vooruit lopen. Dus, ja, Jan gaf net ook al aan, afhankelijk van hoe het precies gaat lopen. Maar uiteindelijk de eerste stap ligt aan de leden van Balans die zeggen ik wil een plek op de kandidatenlijst van Balans. Vervolgens bepalen de leden uiteindelijk de volgorde. En die volgorde is dan ook weer leidend in welke plekken er ingevuld worden aan de raadstafel. En afhankelijk van het vertrouwen wat burgers uitspreken in maart richting Balans, wordt het aantal zetels ook bepaald. Hebben jullie door toch wel een aantal toestanden, hè, zo kun je het toch wel noemen, jullie zijn zeer spraakmakend in beeld geweest de afgelopen periode. Hebben jullie veel leden verloren hierdoor? Geen één. Dat is het, vind ik in ieder geval, dat wordt wel af en toe gesuggereerd dat sinds de ophef die met name ontstaan is, sinds mijn vertrek in feite, dat leden gekost zou zijn. Nee, ik ben ervan overtuigd, en dat niet alleen de leden van Balans, maar ook de burgers van Boksel, beseffen dat wat er hier gebeurd is richting mijn persoontje niet zozeer met inhoud te maken had, maar puur een politiek spel was. Even los daarvan wil ik toch nog graag even terugkomen. Jij geeft zelf aan van ik wil niet terugkijken naar het verleden. Maar ja, daar ligt wel het stukje ervaring, de ervaringen die je mensen meeneemt en opgebouwd heeft. Als je toch kijkt nu naar jouw eigen handelen binnen binnen de raad en binnen het college, zijn er dan dingen die je toch nu anders gaat doen, omdat je toch moet gaan samenwerken met een aantal mensen die behoorlijk wat kritiek op je hadden? Wat zou je veranderen? Nou, ik denk dat sowieso een andere rol is die ik nu heb. Mm-hmm. Kijk, ik had de rol van wethouder, dan verdedig je als wethouder de besluiten van het totale college. Mm-hmm. In een raad vertegenwoordig je de mening van je eigen fractie. Dat is een wezenlijk andere rol. Ja. En het verhaal, een wethouder die verantwoordelijk is voor een bepaald dossier, wordt vaak ook daarop persoonlijk aangekeken. Mm-hmm. Dat kun je heel lastig vinden, maar je kunt ook zeggen dat hoort nou eenmaal bij de rol die je hebt. We hebben het zelf ook meegemaakt, een brief die de gemeente Boksel verstuurt, letterlijk gedicteerd aan minister Kamp over schaliegas, terwijl minister Kamp uiteindelijk de mening verkondigt van het kabinet. Oké, nog even tot slot. De terugkomst in het gemeentehuis, heb ik goed gelezen, meen ik 11 november is de bedoeling dat je, heet dat geïnstalleerd zult worden? Ja, dat vind ik het goede woord. Hoe kijk jij daar tegenaan om daar binnen te stappen? Nu weet iedereen het. Wat verwacht je, hoe de mensen je zullen begroeten? Ik heb me er nog geen beeld van gevormd, maar ik ga ervan uit dat de mensen in ieder geval op de eerste plaats in ieder geval teleurgesteld zijn dat iemand die ook toch voor de nodige humor in de raad kan zorgen, dat Jan vertrekt. Ondanks zoals meningsverschillen is wel de humor een van Jan zijn hele krachtige instrumenten, ook tijdens een debat in de raad. Nou ja, goed, die humor die heb ik minder in ieder geval. Dus ik denk dat eerst dat voor de mensen van de collega's in de raad wennen zal zijn. En vervolgens zullen de collega's van de raad volgens mij zien als een volwaardige deelnemer aan de raad. Gekozen door uiteindelijk de Boksel bevolking. En Jan, Wim zei het al zo mooi, de humor, de eigen manier van handelen binnen de gemeenteraad. Wat doet het met jou dat je stopt? Ja, ik vind het natuurlijk jammer, gevoel dat ik had bij de fractie van Balans vanaf het begin ervan toch wat meer zal moeten missen. Ik ben het overigens niet helemaal eens met Wim, wat op zich natuurlijk... Over de humor, toch? Ook moet kunnen. Over de humor ben ik het niet eens met Wim. Ik vind dat Wim ook over een behoorlijke portie humor beschikt. En ik denk dat hij in ruime mate, wat dat betreft, mijn
ja, zeg maar afwezigheid zal compenseren wat dat betreft. En natuurlijk ook qua dossierkennis en andere zaken die Wim toch wel natuurlijk in ruime mate meebrengt. Ja, nou, het mogen duidelijk zijn dat jullie elkaar het beste wensen en gunnen. Ik doe jullie dat ook. Ik ben benieuwd wanneer we jou weer terugzien, Jan, als ik eerlijk ben. Ik wens jullie beiden heel veel succes en dank je wel voor jullie tijd hier. Ja, heel hartelijk bedankt, lieve Lok, dat we het verhaal hier mochten vertellen. Dank je wel. Graag gedaan.